Mijn droom is om toch uiteindelijk te komen op de Grand Slams en alles uit mezelf te halen en zo ver mogelijk te komen. Nou, wat Golden Slam mij brengt, naast tennis en een financiële steun in de rug eigenlijk, zodat ik toch mijn doel kan halen en neemt dat een deel weg waar toch wel veel stress en gedoe bij zit. Ja, daar helpt het wel enorm bij. Normaal gesproken ben ik ongeveer in een perfecte situatie, geen blessures. Ben je 2 weken in het buitenland, 2 weken terug. En in die 2 weken dat je in training bent, train je toch wel 5 dagen in de week. Ik zit nu in mijn schema dat ik ook de zaterdag nog doorpak. 1 fitnesstraining, 1 tennistraining. Mijn aandachtspunten zijn nu, ik ben een hele aanvallende speler. En ik ben er nu aan het werken dat ik vaker die bal op en neer speel, cross. En dat ik echt ga wanneer ik echt moet gaan en dat ik het niet te snel doe. Mijn doel en mijn ambitie met tennis is om alles uit mezelf te halen en echt alles eruit te halen wat erin zit. En ik hoop dan uiteindelijk te komen op de Grand Slam.